Hallo Apgoleiders en welkom bij Apgoleid. Vandaag gaan we ons huis mooi maken. Ik heb daar nog deze grote boom gekapt. Oh fuck, ik ben een plaatsdingetje vergeten. Ach ja. Maar welkom Apgoleiders en de niet-Apgoleiders die toekomstig Apgoleiders zijn, welkom. Yeah. Welkom door mijn huis. Ik heb de vloer mooi gemaakt. Oh my god, het ziet er mooi uit. Oh my god, het is poolesjes. Zie dat hier? Dit is gewoon een painting. Ik ga hem niet vanaf halen, want dan moet ik weer... Deze textpack is in een painting. Als ik hem eraf haal, dan moet ik weer gaan zoeken dat hij goed is. Ik heb een paar keer Betsy en Brenda geschoren. Met wat rode roosjes. En ik heb rode wool. En dan heb ik bedroom voor twee. Dus wie weet, ooit een keer. Dan gaan we naar boven. En dan hebben we nog meer epic dingetjes. Deze, ik weet niet of ik die in de vorige episode al had gedaan daarin. Die zijn van mijn vorige huisje. En nog meer epic van die dingen. Oh my god. En een epic balkon zonder hekje. Dat we gewoon zo... kunnen doen. Wat we vandaag gaan doen is onze zolder maken. We hebben weer een frisse wood. Dus we gaan even eentje veranderen zo. Ik ga even eentje veranderen in hakjes. En hakjes. You know what I'm saying. Boom. En dan veranderen we die in 32 hakjes. Zo. Oh, dan ben ik toch goed met rekenen. En dan gaan we zo doen. Zo van. Yeah. Oké, dit was epic. Dan gaan we dadelijk beginnen aan de zolder. Maar eerst maken we even onze brug veiliger. Want we gaan hem twee breed maken. Dat we veilig kunnen rondlopen. In de wereld van floating ruins. Waarom blijf ik het eigenlijk floating ruins noemen? I don't know. Maar let's come to business. Apgoleiders. Ik moet jullie... Wie? Ja, jullie. Iets vragen. Ik heb jullie mening nodig. Wat willen jullie? Nou, Boudewijn en ik blijven aanstaande woensdag. Misschien is dat morgen voor jullie. Bij Ricardo slapen. Wie is Ricardo? Ja, je weet wel Ricardo van Apgoleid. Die ja. Wie is Boudewijn? Ja, weet je wel. Boudewijn van Apgoleid. Ja, die ja. Maar we blijven daar slapen. Wat wij gaan doen, een leuk soort van spelachtig iets wat ik verzonnen heb. We gaan ergens survivalen met z'n allen drie. Maar we beginnen bij de spawn. En iedereen, zeg maar, die rent de kant op en gaat je huis maken. Maar alles is toegestaan. Grieven tot het hoogste niveau is toegestaan. Maar natuurlijk moeten we het wel een beetje leuk houden. Dus niet gewoon het hele huis in de fik zetten. Maar wel een beetje leuk houden. Dus ook niet het hele huis opblazen, maar bijvoorbeeld hier alleen zo hier onder een TNT zetten en dan boom. Dat gaan we dus doen. Je mag ook van elkaar spullen spelen. Maar, dat doen we op deserver.tk. In één keer gaan we dat doen, dus niet in één keer per week of zo. Wat willen jullie? Dat we dat gaan opnemen. Willen jullie dat wij dat gaan opnemen en zo? Dat jullie dat kunnen zien. Maar het kan zijn dat we dan soms een beetje stil zijn en zo. En soms een beetje lag is, want we spelen op een server. Dus ja, ik weet niet wat jullie willen. Als jullie dat willen, dan lijkt wij vinden het geen probleem om op te nemen. Ik bedoel, met plezier. Maar ik weet niet of jullie nogmaals ja willen. Dus zeg hem in de comments of jullie willen dat wij dat opnemen en daar episode van gaan maken. Bijvoorbeeld Alex Boudewijn, Ricardo's Grief Days of zo, weet ik veel wat het goed gaan noemen. Bedenk dan als jullie het willen ook gelijk een epic naam voor die serie. Hoe het gaan noemen. En dan gaan we dus gewoon series maken, zeg maar, van ja, hoe zien jullie hoe we elkaar gaan grieven. En dan gaan we denk ik bij mij opnemen, zeg maar, mijn camera view achter iets neemt dan op wat ik zie en film en zo. En dan wordt het epic, hoop ik. Hoop ik echt. Dus ja, zeg of jullie dat willen. Of zeggen jullie van, nee, dat willen we maar niet. Dat willen we helemaal niet. En ik moet even nog ladders gaan maken. We gaan in ladders naar zolder, denk ik. Dan. We hebben nog een ladder nodig, hè? Ja, Alex, jullie hebben nog een ladder nodig. Oké. We hebben dus nog een ladder nodig. Zo, zes laddertjes. Zes laddertjes. Even alles in inventory goed doen. Zo, en we hebben nog veel aan de zolder, ook al weet ik niet waarom. Hey.
Ladderkes. Holy shit, ik verneuk het weer. Kijk, heb je nog andere vragen? Oh ja, trouwens, de comments waren opeens echt gewoon niet zo. En toen opeens zo, gisteren, opeens, of voor jullie eerder gisteren misschien, opeens van, boom, comments. Dus dank jullie wel voor dat. En jullie gaan dadelijk de hond zien, want jullie hebben een mooie naam gegeven. Ik denk toch dat ik voor de A-Rex, dat was hem. Ja, wegens Timo, dat weet je niet. Wegens die theorie, want hij zei Alex, ja. Dat is Alex. Maar de hond die verslindt zombies als een T-Rex. Maar hij is geplaatst door aliens. Dus de A van aliens en Alex en Apollet en Avengerex. Daar hebben we allemaal de A van. En de Rex van zombieverslinder, dus het wordt A-Rex. Dus we gaan hem nu bezoeken. A-Rex. Woe. En dit wordt water. Betsy, jij blijft daar. Dus Betsy 2 trouwens. Dus mijn hond mag meekomen naar mijn nieuwe huis. Hondje. Oh, daar zit hij nog steeds heel braaf. Alex. Alex, guys, dit is Alex. Woe. Kijk wat een mooie ogen die heeft. Kom maar, hondje, jij mag mee. Oh my god. En we gaan even dit oogsten. Oh my god. Zo. Oh, jij houdt van zwemmen. En dit is een echte T-Rex. Maar T-Rex houdt niet van zwemmen, dacht ik. Ik weet het niet. Als het maar niet achter de schapen aangaat. Achter Betsy. Nee. Liefde voor jou. Zal ik kijken? Liefde voor jullie twee. Oh my god, ik zit vast. Ik wil er niet tussenin. Kijk hoe scheef ze. Kijk, dan kijk ik van. Nee, moet je niet hier. Nee, dan kijk ik van. Is dat niet? Ik heet Henk. Als iemand Henk heeft van Apollet of zo. Sorry. Ik heet Henk. Weet allemaal Henk. Hallo. En dan komt. Was Alex. En dan komt van. Oh my god, hoe vind je mij? Ik spat. Vind je het raar? Kom maar, Rex, we gaan er vandoor. Oei. Oh, we hebben geen eten meer. Ik ga voor jullie neuzen. Jullie mede Henk opeten. Njom, njom, njom. Njom, 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 njom. Hé, hey, lekker vlees. Hé, hey, dat is Henk. Oh my god. Maar lekker vlees. Een piggy. Ik moet nog een pakken. Wee. Ik ga niet achterom kijken, want ik denk dat Alex dood is. Alex! He's alive! Oh my god! Oké, we gaan niet via dat scary kleine shit dingetje. We gaan via het inbreken. Oh fuck. Via waar kunnen we inbreken? Inbreken in mijn fucking eigen huis. Hoe slim. Oké. We gaan inbreken. In ons eigen kleine huis. Ik kan ook. Oh, dit is gewoon een anti-inbreekhuis. Alex! Span eens even in mijn huisje. Oh, Alex! Wacht, je mag in de slaapkamer. Bij mij mogen de honden op het bed, vind ik. Mijn regels. Alex! Nee, weet je wat? Hij mag gewoon meelopen. Oh. We gaan de zolder maken, Alex. Hoe vind je dat? Oh my god, vind ik zo cool. Oké, jongens, dit wordt de epicste zolderhuisachtig ietsje dat jullie. Wacht, weet je wat? We gaan hem. Niet zo doen. We gaan hem. Waar is mijn diamond? Pegaxe. We gaan hem vanaf waar kunnen we naar Koenas. Zo. Dus dan gaan we hem zo doen. Piep, piep, piep. Piep, 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 piep. Even kijken hoor. Oké, wat is het midden in ons huis? Zo.
je doet het helemaal fout. Oh my god. Zo doen. En dan doen we nog een keer zo. En dan gaan we naar beneden. Oh my god. Check dit apparatus. Oh my god, we gaan weer naar beneden. Oh my god, het is nacht. Oh my god, ik wil geen creepers. Ah, mijn knie. Ik wil geen creepers. Oh ja, Rex. Oh, ik zeg het Rex. Nou, maar ik wil wel privé slapen, dat wel. Allemaal hondenhaar in mijn bed, oké? Dit wordt verboden voor de hond. Verboden voor Rex. Maar Rex, dat ligt niet lekker in de mond. Maar schijt. Hoi, Rex. Rex. Weet je, een R kan je op twee manieren uitspreken met een beetje een L zo van rrrr, met klank als een L zo, zoals je een L doet, zo l, en rrrr, maar je kan het ook als rrrr, zoals je een R uitspreekt. Lol. We komen niet goed uit. Het klopt niet. Wacht. Ons huis is, ik had niet af moeten gaan op dit dingetje hier. Dit is niet in het midden, dit hier. Ik dacht dat het in het midden was. Maar ja, dat is dus niet. Piep, kijk hoe mooi artistiek. Ik denk alleen van, oh my god, hij is zo artistiek. Is dit onder? Is er onder, hè? Ja, dat is eronder. Oké. Dank jullie wel. Voor jullie steun. Dat ik nu weet dat het eronder is. Oh, wacht. Nee! Fuck! Fuck. Echt officieel. Fuck. Hey, Rex! Oh my god. Hey Arek, kom je ook naar boven? Nee, want ik kan geen trap klimmen. Oké. Ik bedoel anders. Ik weet niet hoe lang we bezig zijn. Dat vergeet ik altijd. En dan meestal zeg ik gewoon, we zijn 10 minuten bezig. Dus voor de verandering, we zijn 9 minuten bezig nu. En als dat precies goed is, dan ben ik gewoon awesome. En als het niet goed is, dan ben ik nog steeds awesome. Nee, grapje. Stopwatch. Start. Sorry jongens. Sorry voor deze mooie liedje. Deze mooie liedje. Ik kan niet Nederlands praten kunnen. Wow. Oh ja, vond je me cool? Vond je dat cool? We hebben middags nodig. Oh my god. Al mijn benen breken. Yeah. Hier wil ik ook een creating box. Klaar. Basta. Oh, laten we er eentje op zolder plaatsen. Dat is nog beter. Maar hier ook. We gaan daar plaatsen. Een creating box alweer in een creating box maken. Dan krijg je een special creating box. Een veel betere. Met vlakjes van 16x16. Dan kan je een super coole ding maken. Nee, eigenlijk niet. Dan zou het ook veel te veel hout kosten. Creating box wil ik.
Dat moet je doen. Nu heb ik weer wat wood nodig. Oh shit. Holy shit. Oh my god. We hebben 2 wood weinig. Ik heb het scheiden. Nu hebben we maar 60. Oh my god, we hebben maar 60. Nee, we gaan dood. Iedereen gaat dood. Boom boom piep piep boom boom piep piep boom boom piep piep. Hier waren we. Oh my god! Val niet! Oh my god. Oh my god. Hij is een echte daredevil, net zoals Betsy. In de voordeel, als het dak in de fik vliegt en wij zitten vast, dan komt hij ons redden. Want dat durft hij op het dak. Kijk die dikke daredevil van. I'm the king of the world! Yay! Ben ik ook. Kijk maar. I'm the king of the world. Yeah. Oh, fuck. Doe dat niet na. Nee, wat doe je? Nee. Holy fuck, hij is een echte ninja. Hij ging van het fucking dak naar beneden zonder dood te gaan. Oh, hij is echt een ninja. Zou hem hier laten zitten, zo. Nee, dat ziet er wel cool uit. Lol. Je bent een ninja. Oh nee, dat is een auto. Hij mag ook terugkomen. Oh my god, zagen jullie dat? Van, oh, ninja. Oh, fuck, ik verneuk het weer. Zou die nu nog steeds daar zitten? Zullen we gaan kijken? Oh, ninja. Oké, nu ga ik het naproberen. Oh my god, ik ben ook een ninja. We zijn samen ninja box. Box, man. Hij is van, yo bro, ik ga zitten. Yo bro, ik ga staan. Box. Ik kan hem geen box geven, want slaag hem. Lol. Box. Skybox! Oh wacht, ik kan Skybox met hem doen. Skybox! Yeah! Ik ga eerst nog even meer trappetjes maken. Trappetjes maken! Eerst wat meer trappetjes maken, trappetjes maken, trappetjes maken, trappetjes maken. Lol. Oh fuck, wat doe ik nou weer? Waarom heb ik het random deuntje gewoon in mijn hoofd? Hij is van, what the fuck? Ik heb gewoon random deuntjes in mijn hoofd. Lol. Oké, hoe gaan we dit doen? Oké. Fuck. Ik ben geen echte ninja. Ik faal in een ninja zijn. Zullen we hier een deur maken? Nee, ik pas. Dan zijn we nog steeds op het dak. Wat hebben we hier dan? Oh, we gaan als een ninja. Wee, boom. Een ninja. En nu is de zolder compleet. Oh nee, toch niet. Wacht maar, als we het weer de officiële bouwstijl willen doen, dan moeten we hier dingen plaatsen. Dat is het officiële, jongens. En ik ga altijd via het officiële. Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk ga ik nooit via het officiële. Ik haat het officiële. Deze textpack maakt dit alles gewoon 10 keer zo goed eruit zien. Dat vind ik echt cool. Oh fuck, we doen het verkeerd. Jullie al de hele tijd van, Alex, je doet het verkeerd. Alex, je doet het verkeerd. Je doet het verkeerd. Dislike. Nee, grapje, dat doen jullie niet aan. Toch? Dat doen jullie niet aan. Dat doen jullie niet aan, toch? Nee, doe me niet aan. Alsjeblieft, doe me niet aan. En ik verneuk het alweer. Tja, dat is mooi. Wacht eens even. Oh, Eva Ninja. Zo. En dan gaan we weg. Oh
Deun. Ah, we hebben geen torches. Ik wou de deun doen met afmaken door hier twee torches te plaatsen. Dat ging niet worden. Gaan we nog wel oh my god. We hebben gewoon geen... We gaan torches maken. Jongens, onthouden. In de rechteroven gaan we kool maken. Rechteroven. Wacht, ik ga even wachten tot het eerst klaar is. Want dan hebben we gelijk weer torches. Joi. Oh, jezus. Waarom ik zo blij ben? Omdat ik vanochtend opstond. En echt stond en zag van... Oh my fucking god. Kom eens voor deze. En ook gewoon op 3 filmpjes. Die nurgerup. Dankjewel voor al je comments. Ik neem aan dat je op vakantie was of zo. Want het was opeens op 3 filmpjes van... Boom! Smash! Boom! Boom! Dankjewel. Timer, dat weet ik niet. Dankjewel ook. 3 man wishes. Dankjewel. En natte handdoek of zoiets. Ik weet niet hoe die was. Hij van... Oh my god, het was droge handdoek. Kom op. Dankjewel. Voor al jullie support. 1000 bedankt. Nogmaals, voor al jullie support. Dan hopen we dit gaan doen. Daar komt een chest. Dan doen we zo. Jij moet weg. Oh nee, wacht. Hij moet wel blijven. En dan doen we zo. Zo, want ik kan nog een furnace over. En dan doen we die daar. Dan kunnen we op de zolder ook iets gaan kopen. Oh my god, awesome. En dan doen we hier nog een giant. Oh fuck. Wacht, weer iets cools. Dan doen we zo. Dan doen we zo. Dan doen we hier even iets neerzetten. Dan doen we zo. Oh fuck. Die bedoel ik niet. En doe zo. En doen we zo. En doen we ook nog zo. Oh my god. Awesome. En nu ga je even chesten maken. Even kijken. We moeten 4 dubbele chesten zijn. Dat zijn 8 gewone blokjes. Oké, kan wel denk ik. Oh, precies gewoon. Oh fuck. Zo. Boom. Oké, nice. Ook al weet ik niet wat we er allemaal in gaan doen. Ik wil ze openen. Zo kan je ze kopen. Oh nee, laat maar. Had ik gezien bij Minecraft het video's. Als ik eraan denk, trouwens zal ik je textpack ook in de comments zetten. En Lucky Gubbles of zoiets zei iets over mods. Van welke, hoe de fuck is die mods of zoiets? Of weet ik van welke mods. Ik dacht van, oh. Ik heb helemaal geen mods. Maar als jullie willen dat ik mods heb, dat kan ik regelen. Yay. Dus als jullie nog leuke ideeën hebben voor mods. Oké, jongen. Ah! Skeleton! Ah! Leave me alone! Ah! Wat? Waar is ons bed? Ah! Ik moet nog even wennen aan ons nieuw huis, weet je wel. Soms slaap ik die ook zo van. Hij werd cool. Jee. Hallo? Holy fuck. Ze los gaan ownen. Laat me zwart. Own that bastard! Oh, ik hoef niet meer ownen. Own. Yeah, buddy. Own. Holy fuck. Oh, sorry. Sorry hond, wil je wat? We gaan live wie voor je halen hond, kom maar mee. Holy fuck! Hij stond er echt zo op me te wachten van, hallo Alex, kijk eens om. Van, hey Alex, ga je fucking dungeon island opblazen, waardoor je hond gaat slaan. Maar je hond sloeg lang, voordat ik opliep. Je geeft me om alles de schuld. Ja, dat klopt gewoon, ik heb alles de schuld. Jullie zijn ook je schuld. Dat. Ik mijn hand aanviel, maar dat zei ik al. Oké, waar is mijn home eiland? We're going home. Tell the world, we're going home. Oh, nee! Hond. Hond is dood. Nee.
dan niet meer geld. De hond is dood. Ga weg, man. Slaat de kop. Uit jullie allemaal. Hier is niks onder. Kut. Ik ga hem hier begraven. Maar omdat ik geen rest heb van een hond, doe ik maar potjes, omdat hij daar zoveel van hield. Jongens, de hond is dood. Ik geef hem wel een mooi graf. Hij was een goede vriend. Hij stond altijd voor me klaar. Maar nu is hij dood. Mijn hond is gewoon dood. Jongens, ik vind het echt niet leuk. Ik moet zijn eigen graf maken. Maar we hebben wel 35 appels. Dus dat verlicht de pijn een beetje. Njam, 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 njam. Niet vergist hoor. Oeh, waar werk. Zullen we het maken. Zo. Jongens. Oh. Ik heb nog even een test nodig. Oh fuck, ik verneuk zelfs dat nog. Ah, oh, fuck, ik verneuk het weer. Zo. Oh. Hij was een goede vriend, weet je. Hij was gewoon echt cool. Hij stond gewoon altijd voor me klaar. Ik moet even wat in de chest gaan doen, want mijn inventory is het vol. Hier valt de auto op. En de deur. En de stone. En dat soort shit. En de hekjes. Zo. Je bent echt niet leuk. Het is gewoon dood. Ik zal hem nooit meer zien. Ik zal hem nooit meer zien. Omdat de hond geen resten heeft. Nog maar wat resten voor hem neerzetten. Hij hield altijd van dit teken. Ook al weet ik niet wat het is. Van het eerste teken. En jongens, oh fuck it, ik cheat. Maakt me helemaal niks uit. Maakt me helemaal niks uit. Als mijn hond maar een eerbetoonige grafplaats krijgt. Welke is de goeie? Ik hoop die. Ik kan het niet vinden. We hebben nog een redstone nodig. Waar is de redstone? Hij was er altijd voor ons. Hij stond altijd paraat. Shit. Doe ik hier allemaal.
Hij stond altijd voor ons klaar. Vaarwel. Dat vind ik echt niet leuk. Weet je wat? Ik hou de Pistons. Als eerbetoon. Waar zijn ze? Waar zijn die fucking... Oh, daar. Zo. Hij wordt een goede vriend, weet je. Dat was heel goed. Ik doe je uit. Peace out. Oké, opleiders zijn welkom bij opgeleid. Woo! Nee, grapje. Ik ben nog steeds niet doen. Tragische verlies. Wat ik wel wil zien. Hoe ons eiland eruit ziet. Vanaf ons eigen eiland. Ik bedoel, ons huis eruit ziet. Van ons eigen huis. Ja. Jammer, Rex. Ah, Rex. Stel ook nog zijn naam fout. Het is niet door die fucking boom. Oké, het huis ziet er wel lekker uit. Help, hè. En boom, ons huis. Zij toch? Wauw, het ziet er echt mooi uit, huis. Ik ben wel trots op mezelf. Ik ben wel trots op mij. Ja, ik ben trots op mij. Oh, ik moet hem even goed zijn, met deze text effect valt hij soms uit omdat hij niet meer aan kan. En dan kun je zo goed. En we zouden ook wel live steaks van gaan halen. We zouden gewoon live. We zouden gewoon net gewoon iets lekkers voor hem gaan halen. Ik kon het gewoon niet eens meer meemaken dat ik iets lekkers kreeg. Ik heb me nooit beloond voor iets. Ik heb alleen maar gevraagd. Dat was niet mijn schuld. We zouden nog nooit meer lekker schelen. Klaap jezelf. Nee, ik had die kutkriepers allemaal hun schuld. Als we gewoon een seconde eerder waren geweest, dan was die niet eraf gevallen. Ik partner in mijn vriendoos. Hoeveel babykoetjes hebben we? 1, 2, 3 aanzellen met een masker. Gewoon een andere. Dus ik heb nog 1 nodig. 2. 3. Wacht, als we snel zijn kunnen we nog wat. Maar ik wou zeggen partner voor aanbinden, want er was weer eentje klaar. Deze gaan we er ook bij leggen voor hem. Nee, trouwens, we gaan zijn graf niet meer openbreken. Dat mag niet. Dat is disrespectvol. Alle respect voor hem. Wat ligt hier nog aan, man? Oh, mijn diamond zo. Oh. Wow. Cool. Ik ga een enchantment table maken nog deze episode. En dan gaan we een boom maken en dan gaan we enchanten. Oh wacht, hebben we nog steeds geen kist. Lol. Ik ga eens even slapen. Ik wil dus absoluut niet door een creeper zijn. Of graf opblazen, dan ga ik echt flippen. Ik ga gewoon een mod dat alle creepers die spawnen gewoon heel pijnlijk doodgaan. Gewoon dat ze door de
door. Een piston die langzaam naar beneden gaat, klem komen te zitten en platgedrukt worden. En al een creeperboomje in de lava wordt geverwijderd, waardoor ze nog meer lijden. Oh shit, ik stap zich af. Oh fuck. Hier. Je beloning. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Ik vind het ook niet leuk. En waar is mijn bukker? Zit hierin. Ja. Tenminste nog iets wat we hebben. Om dan een creeper het oplast. Ik wil weten hoe diep de lava is. Hoeveel hebben we nodig voor een champ? Maar 4. Hè? Maar ik denk dat het namelijk dieper is dan wat ik dacht. Is het normaal dan? Nee, chill. Wee! Maar de opzetting ziet er heel cool uit. Dat is ook cool. Oké, jongens, we gaan minen. Ik ga maar 4 pakken, want we hebben maar 4 nodig. Maar we gaan ook zo stoppen. Oh, holy shit, er zit toch niet genoeg dingen in. Zo, ja. Arex is helaas dood. Jullie hebben al die awesome namen wel voor iets bedacht, want zijn geest leeft voort. Dat weten jullie toch allemaal. Dat we Arex nooit zullen vergeten. Hij zal altijd bij ons blijven. Ik zal hem echt gewoon nooit vergeten. Alle goede momenten, maar ook slechte momenten. Zo. Auw. 2 diamonds. Ik ga nog niet met pickaxe enchanten, want dat heeft toch geen nut. Oh wacht, we hebben nog geen sugarcane. Flats. Flats. Jullie zien dit niet. Oh fuck, dat was niet mijn bedoeling. Zo, 7. Kijk, cool. Ik bedoel 7. 7 dagen moeten we nog doorgaan. Dat bedoel ik. Nee, meer dan 7 dagen. We gaan gewoon altijd door. Hey, we hebben een sugarcane, joh. Oh my god, we hebben sugarcane. Lol. Zo, en dan boomske bang. En die zetten we boven neer. Maar ik ga hem nog niet bij onze boeken neerzetten, want daar hebben we nog niet. Oh, mijn zolder kan ook. Dat is cool. In het midden van de kamer. Hoppakee. Die zet hem neer. We gaan onze bow die we nog moeten maken in chat. Maar we hebben geen spinnenweb shit. Interessant. En onze bukken moet terug. Oh, we lopen om. Lol. Bucket. En we gaan even spinnenweb halen. Woe, yeah, bleh. Kut creepers kaatsen. Oh, daar is een spin. Oh yeah. Mooi varken die ik hoor. Eens even kijken. Oh, we moeten best wel lopen zeg. Jezus. Ik begin al moe te raken man. Jezus, mina. De conditie is niet meer wat het was. Hey.
Oeh. Deze episode duurt echt lang, weet je. Oh my god, oh nog een pik, jee. Als we onze bow hebben geenchant, dan gaan we... Nee, ik heb geen... Oh, phew. Toch geen spinnenweppen. Lol. Lol, 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 lol. Lol, lol. En dan gaan we een paar mobs ownen. Als een baasje. Hoppakee. Een bow. En dan gaan we terug rennen. Wee. Wee. Toch gaat, ziet ons fucking eiland daar fucking heb ik uit. Misschien ga ik kreeg minimap trouwens installeren. Maar als jullie nog meer mods willen, zeg het dan maar gewoon. Gewoon, hé, hey Alex, gewoon meer mods. Dan zeg je van, wat voor mods wil je? En dan zeg je van, oh my god, ik had het beter in diezelfde comment een mod kunnen zetten wat ik wou. En dan zeg ik van, ja, tuurlijk, dus doe dat. Snap jullie? Snap jullie? Dat was een tip. Dat was een indoor tip. Als je zegt van, ja, ik wil een mod, zeg dan ook welke mod. Lol. Lol, 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 lol. Boink. We gaan een bow inchatten, jala jala jala, we gaan een bow inchatten, jala jala. En goh, wat krijgen? Power 1. Wat gaan we pakken? We gaan... Level 1, level 1, 2, 2, ik ga gewoon klikken op eens. Klik. Power 1. Maar dat hadden we ook met 2 gehad. Oh, zelfs als... Ik had een keer tot level 8 gespaard in mijn single player world. Hou ik nog steeds gewoon fucking power 1. Nee. Met de appelletters. We moeten hier eigenlijk ook een helikopterplatform maken op een dak of zo. Oh nee, dat kunnen we niet verstoren. Deur die. Hop. Oh nee, fuck. Hop. Appelletters. Dit was het voor vandaag. Op een Epic Alex Venture. Wat was het nou weer? Venturex. Op een Epic Venturex. Nee, Venturex. Ja, Venturex. Op een Epic. Oh fuck, verkeerde. Op een Epic. Holy shit, ik stopte ermee met recorden. Ik had het verkeerde F gedrukt. Op een Epic Venturex. Met de zolder die we af hebben gedaan. Met het huis wat er best wel gewoon fucking awesome uitziet. Die moeten we nog gaan oplichten. Met onze. Verlies van onze mooie Alex. Jullie mogen nog één keer even het sign lezen. Rip Alex. Hij stond altijd voor ons klaar. Verder bij. En wat hebben we nog meer vandaag gedaan? We hebben dit gevonden in een obsidian. Lol. We hebben daar opgestegen. We hebben over deze brug gelopen. En gesprongen. Toen hebben we door deze tunnel gelopen en gesprongen. Oh, die bedoel ik. Toen hebben we koeien laten vrijen. En we hebben een zo geslacht. We hebben wheat geoogst. We zijn hier overheen gelopen. Toen hebben we daar dingen gepakt. Lol. Nee, maar dit was het voor vandaag, Apoletters. Even kijken, de vragen voor vandaag. Oh ja. Willen jullie dat wij die let's play doen? Van dat grief spel achter iets, dan moeten jullie wel commenteren voor woensdag. Ik weet niet hoe laat woensdag gaan, dus doe maar voor. We zetten een deadline voor woensdag 3 uur. Moeten jullie hebben gecommenteerd of we het gaan opnemen of niet. Woensdag 3 uur, dat is de deadline. Toen heeft onze creeper, toen hebben we hier, hoe kwam het ook weer? Dat hij het afviel, ik weet het eigenlijk helemaal niet. Maar hij viel hier af zo. En toen spande die hier en toen ging hij bezig dood van. Toen spande die. Nee, dat was het helemaal niet. Het was hier. Hier wilde af zo van. Nee. En toen spande die hier zo van. Hé, Alex, ik ben er weer. Dood. Zo van, oh my god. Dus Apoletters, dit was het weer voor vandaag. Voor de niet-Apoletters, check onze andere video's. Check onze Let's Play. Dit is een Let's Play, lol. En de rest, dit was het voor vandaag, Apoletters. Ah ja, en trouwens, de vragen. Gaan we de Let's Play doen? En gaan we de volgende keer. Oh shit, het verdwijnt onder me. Gaan we de volgende keer ook. Wat gaan we de volgende keer doen? En doei!